proces. Maar dan wel op een manier dat het zowel in de voedselketen terecht kan komen, als dat ook nog eens een keertje qua prijs nog een keer betaalbaar is. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus 5 jaar geleden zijn we daarmee gestart. En inmiddels hebben we een aantal producten op de markt zitten, waaronder het merk Essentials, waarin we algencapsules verkopen, ook wel algenpoeder. En algencapsules, ja, dat is meer voor de westerse markt. Want een aantal maanden geleden zat ik met een aantal Koreanen rond de tafel, er waren er 8. En dan hadden we een groot bord op tafel samen met 1 kilogram gedroogde algenpoeder. En het was rond lunchtijd. En we hadden meestal een theelepeltje daarbij liggen. En dan, de meeste Nederlanders die doen dan een tipje van de vinger en zo. En dan proeven en dan zeggen ze, oké, ik snap wat ik eet. Maar die Koreanen zeiden, heb je niet wat grotere lepel? Nou, ik zei, ik heb wel een grotere lepel. Dus ik liep naar de keuken en ik pakte een soeplepel. Dus met die soeplepel zet ik erbij. En toen begonnen ze te schrapen op hun bord. Maar bij nummer 8 was het bord leeg. Dus die hadden ongeveer de man 125 gram leeg. Dus Erwin en ik zijn naar kampioen. Zeiden tegen, ja, dat is aardig wat geld. Nu eventjes weggewerkt wordt. Maar toen begon het, ja, in Nederland zeggen natuurlijk, je moet de kaas niet van je brood laten eten. Dus als wij een broodjeslunch verzorgen, ja, natuurlijk met kaas en wat salades erop. En die Koreanen, het eerste wat ze deden, de kaas eraf halen, broodje openmaken, soppen in de algen, en toen gingen ze eten. Ze zagen allemaal groene monden zo rond die tafel en zo, dus ik zat al een beetje te lachen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dus ik ga zo weer aan denken, heb ik datzelfde weer. Dus ik zeg, goh, eten jullie dit nu vaker? Vaker? Elke dag? Oh, oké. Ik zeg, maar wat vindt u dan van de smaak? Nou, toen stond de directeur op en die maakte een hele diepe buiging en die zei, very tasty. Nou, toen was het afgelopen. Dus, dat is toch wel een hele andere invulling van het eten van alles dan dat wij in West-Europa eigenlijk hebben. Want nogmaals, wij doen dat met name met pilletjes. En soms een beetje poeder en dan capsules. En dit zijn dan vegetarische capsules. Dus wat ik eigenlijk nu even wil doen, ik geef jullie allemaal 1 capsule. Dan moet je maar eens even openmaken, maar wacht er even mee, iedereen heeft gehad. En dan gaan we gewoon even proeven. Alsjeblieft. Echt groen. Echt groen hoor, ja. Kikkergroen. Ja, dankjewel. Nou, het is een capsule, dus er zitten 2 hulsjes over elkaar heen. Dus die kan je even voorzichtig uit elkaar trekken en dan op je handpalm. En wat dat doet is, het extra zout en een extra zoet wordt versterkt in je mond. Dus je kan je voorstellen dat extra wordt versterkt, zoet en zout. Dan kan je dus met minder zout toe. En dat is dus ook hetgeen wat je dus in de producten gaat vinden waar algen in toe worden gepast, tenminste de algen die wij dan produceren, dat je met minder zout en minder zoet toe kan. Nou, iemand zei konijnenvoer. In konijnenvoer zit onder andere ook wel eens zeewieren. En die zeewieren die hebben hetzelfde qua smaak. Er zit ook wel eens gedroogde groente in konijnenvoer. En dat ruikt een beetje hetzelfde, ook een beetje de umami smaak. Ik hoorde hier kaasknabbels. Kaasknabbels hebben namelijk heel veel zout. Hier zie je met name de zoutsmaak die je met name in kaas ook terugvindt. Dus dat klopt ook wel. Wortel, hè? Nou, het is een beetje ver gezocht misschien. Maar er zit heel veel beta-carotene in algen. En beta-carotene zit natuurlijk ook in wortel, zeg maar. Dat is goed voor je ogen. Beta-carotene is pro-vitamine A. En pro-vitamine A is met name voor het gezichtsvermogen, onder andere, maar ook voor spieropbouw. Die smaak overigens van beta-carotene, wat je in wortel hebt, dat heb je ook in de algen zitten. Dus op zich is dat niet een hele gekke zie je wel. Ja. Wie zijn nog meer wat? Spinazie. Spinazie, dat is wel heel grappig. Dat spinazie zie je veel terug, sowieso in de kleur van spinazie. En spinazie is groen, het is ook groen. Spinazie zit veel ijzer. Hier zit overigens iets meer ijzer in, maar dat is even terzijde. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je, we noemen het ook gedroogde groenten, dat je met een associatie maakt met spinazie of met broccoli. Want dat is vaak wel de richting waar het op gaat. Hè. Zodra het groen
schoenen stuk op gaat, dan kan het wel heel gauw in de richting komen. Dus nogmaals, umami staat voor lekker, activeert jouw speekselklieren en dat versterkt de zoete en de zoute smaak. Nou, dat is ook de reden dat we hebben gezegd, oké, maar waar gaan we nou in stoppen? Want die Nederlanders die eten dat eigenlijk dat niet zo heel erg gauw. Dat is best wel lastig. Dus kunnen we niet een product verzinnen waar het dan in terecht kan komen? Nou, ik heb toen een keer een presentatie mogen geven aan de Bakery Society leden. En dat is inmiddels meer dan een jaar geleden. En toen heb ik wat verteld over de algen zoals ik nu ook bij jullie doe. En toen zeiden een paar honden, Jeroen... Maar dat is wel interessant. Laten we dan maar eens gaan kijken of we daar een brood mee kunnen bakken. Want we hebben met name hadden we gekeken naar een product wat dagelijks wordt gegeten. En dat mensen al dagelijks daarmee gewend kunnen gaan raken. Dus nou, vervolgens hebben we dat brood ontwikkeld. En waar we toen ook heel snel achter kwamen, is dat we het zoutpercentage omlaag konden brengen. Want toen we het eerste brood hadden gebakken, ja, dat was echt mega zout met 1,8%. Maar toen zijn we dat gaan verlagen, dan zeiden we, joh, kunnen we niet gewoon 30% eraf doen? Want als we 30% wel minder kunnen, nou, dan hebben we echt een behoorlijk statement in de markt. Want zout, we krijgen veel te veel zout binnen per dag. En daar is brood een hele grote factor in. En ongeveer 1/3 van de zoutinname komt uit brood. Dus toen hebben we van 1,8% zijn we teruggegaan naar 1,26%. Dus 30% eraf. We zeiden, ja, laten we nu maar eens kijken hoe dat proeft. Dat zijn we met z'n allen. Want dat smaakt eigenlijk best nog steeds ontzettend goed. Maar het brood wat we nu hebben ontwikkeld is niet 1,26%, maar 1% zout. Dus dat is nog lager dan laag. Maar er komt een nieuwe wetgeving per 1 januari. Wat zegt, je moet naar 1,5% zout. Dus dat is de wet. Dus als je dan 30% minder wil, ja, dan moet je net boven die 1% zitten. Dus we hebben gezegd, laten we nou eens naar 1% gaan. Dus in dit brood zit 1% zout. En jullie hebben het al geproefd of niet? Wat vinden jullie eventjes? Proef iets speciaals of iets anders? Vind je het lekker of vind je het niet lekker? Dat kan natuurlijk ook. Ja, gewoon normaal. Ik zou het wel gewoon eten, denk ik. Zou het wel gewoon eten? Dus niet, tenminste toen ik het zag, dacht ik wel van, wow, het ziet er wel goed uit. Ja. Maar ja, het is gewoon, ja. En als je dan hoort dat het gezond is, dan denk ik dat mensen dat wel... Ja, meer zullen eten, zeg maar. Ja. En dat die E-nummers er niet in zitten, want dat hadden wij vooral in de winkel. Om mensen die E-nummers en zo in elkaar opletten, dan kan je dat aanvragen. Ja. Ja, E-nummers zitten er niet in inderdaad voor de consument. Dus die hebben ook gezegd dat het moet ook een puur brood worden, want we hebben pure algen en dan moet ook pure tarwe. Dus we proberen alle E-nummers eruit te halen. Nou, dat is in ieder geval gelukt. Dus dat is één punt. Even dat groene nog. Ik was, wow, het is groen. Had je wel eens iets van... Dat ruikt ziek, vind ik. Ja? Ja, ja, een apart kleurtje. Ja. Ja. Ik denk dat de mensen daar even doorheen moeten. Ja. Ja. Misschien als je het laat proeven of zo. Ja, dat gaan we sowieso doen. Ja. Ja. Maar ja, ik denk inderdaad ook wel dat ze het denken van... Het is best wel zoals boter, kaas hè, en eieren, dat is heel goed met combineren. Ook met worst en vleeswaren. Pindakaas gaat er prima op. Zoet, daar heb ik zelf wel verschillen in. Ik vind sommige jam vind ik erg goed ermee combineren. Andere niet, maar goed, over smaak wat niet te twisten. Hagelslag vind ik wel erg lekker erop. Dus dat, met name pure hagelslag. Maar als je gaat naar bijvoorbeeld... de witte hagelslag, dan denk ik, nou... Dat is ja, maar ja, als je dat brood koopt, ga je ook geen witte hagelslag doen. Nou ja, goed, dat is even... Dat is als je wild bent, dan doe je de gezonde... Dat is op zich wel... Er is geen enkel brood slecht, behalve hetgeen wat je erop moet doen. Ja, dat is in principe het hele feit. Hetzelfde met zout in name, hè, want... Je kan zeggen, ja, hier zit heel weinig zout in. Maar als je vervolgens hele dikke lagen van alles erop smeert... Ja, dan heb je nog steeds veel zout inname natuurlijk. Nee. We hebben trouwens heel veel getest, ongeveer 15.000 broodjes hebben we uit zitten delen tijdens WK wielrennen en ook tijdens wat consumentenonderzoeken. Het was ook de eerste reactie, hetzelfde als jij, van, oh, het is groen. ja, dat klopt. Dat was de vraag altijd van mij, van, maar wat vindt u daar dan van? Ja, groen is gezond. Nou, oké. Dus dat was gelijk, ja, groen is gezond, dus ook klaar. Dus dat was voor mij ook gelijk van, oké, dus...
Het was dus even, oh, ik verwacht niet groen, want ik verwacht bruin brood of wit brood. Maar ja, groen brood nog nooit van gehoord, dus zeker niet gezien. Maar het was wel gelijk de associatie, oh, groen is gezond. Vezels. Nou, we doen eiwit en vezels met je. Menig idee. Ja, is brandstof toch? Dus brandstof voor wat? Ja, je energie, zeg maar. Energiehuishouding, ja. En spijsvertering. Spijsvertering ook, ja. Ook voor je spiermassa en voor je botten. Hè. Dus dat is om het goed in stand te houden. Maar met name die combinatie tussen vezels en eiwitten, die zorgen er voor dat je een soort laag in je maag krijgt. En dat zegt op een gegeven moment tegen je hersenen, je hebt genoeg gehad. Dus wat je zult zien, is dat de consumenten hier minder van eten. Je eet hier ongeveer, schatting is ongeveer 50-60% van wat je normaal gesproken eet. Dat komt gewoon omdat het heel rijk is aan vezels en eiwitten. Die combinatie nogmaals zorgt dat er eigenlijk een soort van laag in je maag komt en die alleen tegen je hersenen zegt, stop, je hebt genoeg gehad. Dus dat is op zich voor mensen die als fijn lijntje of slank brood. Mm-hmm. Of, hoeveel eiwitten zitten dan per boterham in? Nou, je moet ongeveer denken aan een 4,2 gram. Ah, ja. Dus dat is toch wel significant meer dan een normale boot. Ja, normale boot is ongeveer 3,5. En dit zit rond de 4,42. Dus ook hier verschilt het wel, maar het zit rond die 4. Dus daarom is significant meer dan normaal. En vezels ook. Hè. Dus enorm veel vezels. Hè. Alleen al in de algen zit 34% vezel. Hè. Dat zijn ook nog eens keer de goede vezels. Je hebt natuurlijk vezels en vezels. Je hebt allemaal gehoord van bloedbandbrood, dat het gewoon houtsnippers zijn die erin zitten. Ja, dan heb je ook veel vezels. En dat doet je lichaam niet zoveel mee. Het zit weg ermee. Hè. Dus het zijn echt de goede vezels. Vezels hebben puur als werking dat de stoffen die uiteindelijk in het brood zitten, dus echt de nutriënten, dat die worden opgenomen in je lichaam. Via je darmen. Nou, en als je dus de slechte vezels hebt, gebeurt er verder helemaal niks. Ja, dus je moet goede vezels hebben om het uiteindelijk op te laten nemen in jouw lichaam. Nou, wat gebeurt dan met die vezels? Daar gaan dan die eiwitten, aminozuren gaan daar aankleven, of antioxidanten, of vetzuren. En dat zorgt voor uiteindelijk ervoor dat het uiteindelijk echt wordt opgenomen in jouw lichaam. Dus dat is een belangrijk stuk. Dus iemand met een eiallergie? Eiallergie, je zit hier. Eiwitallergie. Eiwitallergie, dan kan je dit gewoon niet eten. Nee, hè? Nee. Nou, door de algen die erin zitten, eigenlijk wat gebeurt, doordat je het algen instopt. De algen hebben een soort van natuurlijk afweermechanisme om alles maar buiten de deur te houden wat er maar niet in moet komen. En het wordt niet heter dan 100 graden in dat brood zodra het gebakken wordt. Dus eigenlijk alle nutritionele waarden blijven behouden in dat brood. Dus daarmee ook de mineralen als ijzer en fosfor en magnesium. Hè. Magnesium ook voor je spieropbouw en zenuwstelsel. En magnesium zie je natuurlijk heel vaak in de gymzalen en turnzalen, maar dat heb je ook nodig als mens. Dus dat zijn allemaal van die mineralen die je zelf niet aanmaakt, maar wel keihard nodig hebt. Nou, voor de rest vitamine B2, B6 en C. Nou, C kennen we allemaal van sinaasappelsap. Dat zit allemaal in brood ook, toch? Ja, maar in mindere mate, dat is één. Kijk, en vitamine C doet alleen maar wat op het moment dat je vezels hebt. Kijk, pers jij een sinaasappel uit. Denk dan niet dat je vitamine C binnenkrijgt. Ja, die krijg je wel binnen, maar het wordt nergens aan gehecht. Dus je hebt geen vezel, dus het gaat gelijk weer via je plasbuis naar buiten. Dus je hebt iemand zegt, ja, als je nou een hele sinaasappel eet, ja, dan heeft het een functie. Dan krijg je echt vitamine C binnen. Jij hebt best aan het begin. Dat is goed om te weten, maar dat zit dus ook in dit brood. Hè. Dus de vitamine C is wat gekoppeld aan de vezels en dan heeft het pas een functie. Dus dat geldt voor alle vitamine en alle eiwitten en alle mineralen. Hè. Dus het heeft vezels nodig om er iets mee te doen.